Hi allemaal, het is vandaag weer tijd voor een What I Eat in a Day video. Ik heb al verteld dat ik dit vaker wil doen, ongeveer één keer in de maand. En vandaag ga ik een dagje weg. Ik kreeg heel veel verzoekjes van Marloes, wil je eens een dag doen dat je van tevoren niet weet wat je gaat eten en dat je ook eigenlijk geen invloed daarop hebt? Nou ja, vandaag is zo'n dag. Wij gaan met een groep vrienden naar de dierentuin. Ik ga zo meteen ontbijten, dat ga ik je laten zien. En vanaf dan weet ik eigenlijk totaal niet meer hoe de dag gaat gaan. Eigenlijk wil ik wel een beetje gezond eten, want vorig weekend was het Pasen. Toen heb ik echt best wel heel veel ongezond gegeten en dan echt heel veel chocola en was super lekker. Maar ik wil dus eigenlijk dit weekend een klein beetje gezond doen. Maar ik weet niet of dat gaat lukken. En ik weet ook dat ik nu heel erg gemotiveerd ben, maar dat dat in de loop van de dag een klein beetje minder wordt. Misschien ken je het wel, duimpje omhoog als je het herkent. Maar ik ga dus gewoon kijken, ja, wat is er in de dierentuin aanwezig, wat kan ik eten. En ik neem jullie daarin mee. Ik heb dus geen idee. So, wish me luck. En veel plezier met het kijken van deze video. Mijn ontbijtje is ongeveer 250 ml magere kwark. Ik heb er 100 gram bosbessen in gedaan. Ongeveer 15 gram walnoten heb ik in stukjes gehakt. En wat kokoschips. En daarbij een kopje thee. En ik heb net in de keuken al even een multivitamine tablet weggewerkt. Maar dat doe ik eigenlijk elke ochtend. Dit is wat ik meeneem. Kauwgom voor even een frisse smaak. En een Quest bar voor je weet het maar nooit. Als ik echt honger krijg, dan heb ik in ieder geval iets. Dit is een reep waar heel veel eiwitten in zit. Met havermout smaak. Of nee, apple pie smaak. Dus die gaat in mijn tasje. Normaal gesproken zou ik ook aanraden om even water mee te nemen. Maar dat past er niet meer in. Dus maar even zonder water, dat koop ik daar wel. Een kopje koffie. Wat? En een cola light. So far so good. Ik heb eigenlijk nog helemaal geen trek. Het is volgens mij half elf, elf uur zoiets. Nee, ik denk elf uur zoiets. Nog helemaal geen trek. Dus we gaan gewoon aan de cola light. Sven heeft wel al trek en die lust geen asperges. Dus ik ga nu de asperges van zijn broodje met zalm opeten. Gaan eten, bedenk ik mij. Want Sven had net, volgens mij heb je hem gezien, hè? Echt een super lekker broodje zalm. En ik heb nu ook een broodje zalm besteld, want dat was eigenlijk het beste. Daar is Ati. Hallo, Ati. Ati deed even een duimpje omlaag. Dat ja, dat zag ik niet. Jammer is dat we hier zijn gaan eten. Ja. Maar ik heb dus een broodje zalm. En die ziet er zo uit. Echt een klein pistoletje zalm. Maar we hebben nog krentenbollen. Oh, de mama heeft krentenbollen mee. Dus en dat is allemaal goed. We gaan straks een koffie. Maar we overleven het wel. En nog een kopje koffie. Bijna vergeten. Ik heb een dropje. Rosina, dropjes mee. We zitten voor de zeeleeuwenshow waar we zo gaan kijken. En ik eet dus een dropje. We zitten in de auto terug en ik heb een halve questbar, want Rashida heeft de andere helft. Die heeft de andere helft. Het was trouwens super leuk voor de mensen die ook naar de dierentuin in Emmen willen. Het is echt wel een aanrader. Het was echt leuk. En weer thuis. Ik ben aan het koken voor mezelf. Ik heb mie gemaakt en roerbakgroenten met champignons. Oosterse roerbakgroenten. En hier gaan garnalen bij. Gewoon simpel 100 gram garnalen. En straks een beetje sweet chili saus erover. En dit vind ik echt een heerlijke, snelle, warme maaltijd. Echt binnen 10 minuten klaar. En het is echt super lekker. Yay, dinner is done. Ik heb ook echt wel trek nu. Want ik heb gedurende de dag dus niet zo heel veel gegeten. Het is nu 5 voor 6. Dus het is ook wel echt dinertijd.
tenminste, voor iemand die weinig gegeten heeft. Dat ik vandaag weinig gegeten heb. Ja, ik trok het eigenlijk prima en ik eet vanavond wel gewoon even wat extra. Het is bijna 8 uur en ik heb zin in wat lekkers. En ik heb de laatste tijd iets heel lekkers ontdekt. Ik heb hier een beetje melk en daar gaat een klein scheutje Walden Farms Pancake Syrup in. Voor de mensen die het niet kennen, het is een calorie-free pancake syrup. Het bevat dus zoetstoffen, dus niet heel gezond om veel te gebruiken, maar voor af en toe prima. Die gaat bij de warme melk en die zet ik in de magnetron voor ongeveer 2 minuten. Ondertussen heb ik een kopje koffie gezet in een grote mok. En daar gaat die melk met die Walden Farm siroop. Oh, hij is heet. Die gaat erbij. En dit, jongens, vind ik zo lekker. Echt heerlijk. Ik heb trouwens nog iets wat ik vanavond wil gaan drinken. Waarschijnlijk over een uurtje of zo. Ik vond namelijk dit bij de Albert Heijn. Coca-Cola Zero Cherry. Echt zo lekker, lijkt me dat. Ik dronk altijd op de middelbare school. Dus een jaar of 15 geleden was ik echt verslaafd aan gewone Coca-Cola Cherry. En om te zien dat ze er nu ook in een Zero variant hebben. Ja, dat is voor mij echt geniaal. Dus deze ga ik vanavond ook nog drinken. Weet je, het is nu dus zaterdagavond en ik mag dan eigenlijk van mezelf best wel wat lekkers, wat ongezonds eten. Maar dan spreek ik altijd met mezelf af van neem dan iets waar je echt heel erg zin in hebt. Dus wij liepen net door de supermarkt heen en ik was op zoek naar iets waar ik echt heel erg zin in had. Toen kwam ik eigenlijk tot de conclusie van weet je, ik heb er vandaag eigenlijk niet zo heel veel zin in. Ik zei net al, ik had eigenlijk de hele dag niet echt veel honger. Ik ben ook heel snip verkouden geweest de afgelopen dagen. Dus ik heb gewoon wat minder trek. En toen dacht ik van weet je, je maakt me eigenlijk net zo blij met zo'n koffie als die ik net maakte. En gewoon lekker een bakje kwark. Ik heb hier cranberries doorheen gedaan en geroosterde pompoenpitjes en kokos. En dat vind ik eigenlijk voor nu prima. Dus ik ga gewoon lekker een bak kwark eten. En dat is mijn zaterdagavondsnack. En natuurlijk mijn Coca-Cola Zero Cherry. Daar maak je me super gelukkig mee. Dit was mijn What I Eat in a Day video. Ik hoop dat je hem super leuk vond om te zien. Geef dus een duimpje omhoog als dat zo was. Ik zie je heel graag in een volgende video. En laat ook zeker even weten wat voor What I Eat in a Day video jij graag zou willen zien de volgende keer. Doei doei! Dit was mijn ik kan dat niet. Dit was mijn ik moet echt eten, we moeten over 10 minuten weg, man.